we zijn in Durban. Het is 25 graden, lekker weer aan het strand. Achter me staat het Oranje Legioen. We gaan kijken wat de oranje mode wordt van het Legioen van 2010. Een soort van mooi oranje, een soort Zeeuwse Pippi Langkous met hele mooie rode blauw vlechten. Uiteraard een geweldig oranje shirt en de vlag als rok, hè? Ja, ik denk toch wel, je moet als voetbalsupporter niet alleen in je lompe kleren komen, maar je kan het gewoon mooi en hip in het oranje. Trent is eigenlijk een kip op je hoofd, dat is eigenlijk het laatste. Maar die sokken die zijn van vorig jaar. En strakke shirtjes. Strakke shirtjes, hè? Dan komt mijn buik er een beetje beter dan uit. Ja, nou, dat zie je ook bij de dames, hè? Steeds sexier wordt het. Ja, ja, nee, en dat doe ik gewoon aan mee, hoor. Ik sta hier met drie stewardessen, lijkt erop. Hè. En dan kan je mij even uitleggen wat de mode van 2010 is? Ja, de rokjes komen helemaal terug met de pakjes. Heel vrouwelijk en de mannen in uniformen. Dat is de nieuwe trend. En dit haar, is dat echt? Ja, je moet allemaal je haar bleken, weet je het? Waterperoxide, gewoon, ja. Ruud, ja, ik hoef niet naar je naam te vragen. Toch, Ruud? Ik wil het, hè? Wat is de oranje mode van 2010? Ja, toch weer even terug naar 22 jaar geleden. Gewoon lekker strak. Gewoon even het kampioensjaar 1988. Retro, hè? Nou, helemaal retro. Hey, en dat kleurtje, is dat voor jezelf of niet? Nee. Schoonste niet. En hoe is het om in Zuid-Afrika rond te lopen gesminkt? Al die Afrikanen zijn mijn maat hier, hoor. Dus ja, die neus die heb ik van mezelf. Maar ja, dus dat lijkt prima, denk ik zo. Ik sta hier denk ik met de meest nonchalant geklede oranje sporter van Durban. Wat is je naam? Ja, nou, dat was duidelijk. Nou, dat is natuurlijk het Ik hou van Holland jurkje. En dat hebben we dus aan hier. En, maar het ziet er allemaal wel een beetje sexy uit, hoor. Mag dat wel van uw man? Ja, het mag absoluut van mijn man. Graag zelfs. Toch, het jurkje, het B-jurkje. Het Bavaria jurkje. Ja, maar een eigen creatie daarvan. Ja, wat is je naam? Dennis. Of moet ik Denise zeggen? Ja, nou, of Heidi. Mag ook. Ik dacht, het is lekker weer, dus ik moet wat luchtjes aantrekken. Achteraf had ik mijn legging ook wel uit kunnen laten. Dus en denk je erover om ook borstimplantaten te nemen? Ja, daar denk ik nog over na. Maar dat is misschien niet voor over 4 jaar. Hoe is het nou om oranje borsten te hebben? Verfrissend. Ja, verfrissend. Het voelt ook wel lekker vol nu. Ja, traditioneel, hè? Klederdracht. Mooi, en het is iets anders dan oranje. Het valt een klein beetje op, dus ik probeer een trendsetter te zijn, maar... Het lukt nog niet. Het lukt nog niet echt. Als je zo rondkijkt, het is allemaal oranje, dus...